Het geeft je eigenlijk zoveel kracht en zoveel motivatie en zoveel zelfvertrouwen als je taal onder de knie hebt gekregen. Ook al zou het maar een klein stukje zijn, dan bloei je eigenlijk toch weer op. In Nederland is 10% van de beroepsbevolking laaggeletterd. Dat wil zeggen dat meer dan 1 miljoen volwassenen moeite heeft met lezen en schrijven en dat zij niet of nauwelijks kunnen meedraaien in de maatschappij. In Schiedam is het percentage laaggeletterden hoger dan het landelijk gemiddelde, namelijk 17%. Laaggeletterdheid komt overal voor, bij werkende, niet-werkende, ouderen, jongeren, autochtonen en allochtonen. Het is een probleem dat de hele samenleving raakt, maar vooral de mensen met het probleem zelf. Ze denken vaak dat ze de enige zijn met dit probleem en durven er daarom niet voor uit te komen. Het geeft eigenlijk een gigantisch isolement, omdat je bang bent hartstikke dom gevonden te worden. En dat geeft een beroerd gevoel. Het geeft een beroerd gevoel van eigenlijk toch wel verdriet. Boosheid, doordat je het eigenlijk niet snapt. Dus boos naar jezelf toe. Ab heeft door zijn schaamte en angst zijn taalprobleem zijn hele leven verborgen kunnen houden. Hij koos een beroep waarin hij niet snel geconfronteerd zou worden met zijn probleem. Toch zette Ab op latere leeftijd de moedige stap om terug te gaan naar school. Ik ben er voor mezelf eigenlijk achtergekomen dat ik op 51-jarige leeftijd eigenlijk 20 jaar geleden al eerder naar school had moeten gaan om die kans te pakken. En ik hoop eigenlijk dat mensen die nu eigenlijk met zo'n taalprobleem zitten, het voor zichzelf durven te erkennen. En daar is je zeker niet voor hoeven te schromen. Want je wordt heel goed opgevangen bij mensen die hier verstand van hebben. En dan gaat eigenlijk taal vanzelf. De stap die Ab heeft genomen was voor hem, en is voor de meeste laaggeletterden die hun probleem hebben aangepakt, een enorme overwinning. Een wereld die voor je opengaat. Ten eerste hoef je voor jezelf, was die schaamte een groot deel kwijt. Dus je durfde weer eens een e-mail gewoon te beantwoorden. Je durft op mensen af te stappen van, joh, ik heb een probleem. Denk eens mee, van, wil jij in dat probleem meedenken? Je dorst ook gewoon bij een dokter of wat dan ook het formulier in te vullen wat er gevraagd wordt. Dus het is een verrijking als je die taal kan. De gemeente Schiedam zet alles op alles om via verschillende manieren mensen met een taalachterstand te bereiken en verder te helpen. Wie het lezen en schrijven wil verbeteren heeft verschillende mogelijkheden. Bij het TaalPlus-loket in de bibliotheek Schiedam kun je terecht voor informatie over taalkursussen, taalmaatjes en leesclubs in Schiedam. De bibliotheek heeft een lees- en schrijfplein met leesboeken in eenvoudig Nederlands en taalkursussen. Waar ik echt van geniet als ik met taal bezig ben, dat ik het gevoel heb dat ik het meer begrijp als ooit daarvoor. Dus ik maak minder fouten en dat geeft je al een gevoel van overwinning. En daar ben ik al beren trots op dat ik dat kan. Ab kan weer meedraaien in de samenleving en genieten van het leven. Stap ook over de drempel en kom naar het TaalPlus-loket in de bibliotheek Schiedam. Of bel de bibliotheek voor de openingstijden van het TaalPlus-loket. Maak van taal jouw toekomst en grijp die kans.